Hallo, welkom bij een nieuwe videoles van Fuberta. En deze keer gaan we kijken naar het tekenen van driehoeken. Een goede mooie driehoek tekenen is eigenlijk vrij makkelijk. Alleen je moet even weten wat je precies aan het doen bent. En als eerste voorbeeld geef ik een driehoek van 3 bij 3 bij 3. Die zou je natuurlijk kunnen tekenen door te beginnen met een lijn neer te zetten van sowieso 3 lang en daar dan nieuwe lijnen aan toe te voegen die ook 3 en 3 lang zijn. Het enige probleem is, die lijnen die ik nu getekend heb, die kruisen wel ergens, maar ze maken geen mooie driehoek. Wat je in zo'n geval veel beter kan doen, is eerst 2 hulpcirkels tekenen. En die hulpcirkels zien er als volgt uit. Die beginnen namelijk op de, die beginnen op de hoeken van de lijn die we getrokken hebben. En die cirkel maken we ook weer 1, 2, 3 in diameter groot. En dat doen we voor een tweede cirkel exact hetzelfde. Waardoor we nu hebben dat we een lijn in het midden hebben. En behalve deze lijn in het midden hebben we ook hier een punt waar deze twee cirkels snijden. En waar die twee cirkels snijden, kunnen we zeggen, dan is het precies vanaf dit hoekpunt hier daar naartoe moet 3 lang zijn, want de straal van de cirkel is 3. Maar vanaf dit punt naar de hoek van, of naar de kruising van de twee cirkels, is ook 3 lang. Dus wat we nu hebben is een complete driehoek van 3 bij 3 bij 3. En dit trucje werkt eigenlijk met dingen in alle maten. Stel, ik zou een driehoek van 2 bij 3 bij 4 gaan tekenen. Nou, 2 bij 3 bij 4 gaan tekenen. Dan begin ik weer met het trekken van een lijn van 2 lang. En op de hoekpunten van die lijn teken ik nu een cirkel met een straal van 3. En een cirkel met een straal van 4. En ook nu weer deze driehoek van 2 bij 3 bij 4. Daar kan ik weer, of nou, die kan ik eigenlijk in één keer nu zeggen door te zeggen, nou, van deze hoek van de lijn hier naartoe is het dus 3 lang. En van deze hoek van de lijn naar dit kruispunt is het 4 lang. En dan heb ik wederom een mooie driehoek getekend. Goed, ik ben Jan Willem van Fuberta.nl. Ik hoop dat je iets aan deze uitleg hebt gehad. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.